Deze week worden er in de regio Arnhem-Nijmegen verschillende oefeningen uitgevoerd door Defensie. Hiermee willen ze meer de nadruk leggen op het oefenen van oorlogssituaties in een stedelijke omgeving. Aanstaande donderdag vinden er in Nijmegen verschillende operaties plaats. En Defensie legt op voorhand alvast uit wat hiervan de bedoeling is. Het is in onze ogen extreem belangrijk om deze oefening in de openbare ruimte te doen. En dat heeft alles te maken met het feit dat het hedendaagse optreden laat zien dat we steeds meer in verstedelijk gebied optreden. Pak even de opkomst van IS een aantal jaar geleden. Maar ook als we nu kijken naar het conflict tussen Israël en Hamas. Of als we kijken naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dan zien we dat zich dat niet plaatsvindt op grote open vlakten zoals bijvoorbeeld een woestijn. Nee, dat bevindt gewoon in de stad. En daarom is het essentieel dat wij ook zo realistisch mogelijk trainen voor onszelf, maar ook voor de omgeving. Dat mensen bekend raken met militairen die daadwerkelijk in hun woon-, werk- en leefomgeving actief zijn. 120 rode baretten van de luchtmobiele brigade uit Schaarsbergen zullen de oefening uitvoeren. Ook vanwege de historie is Nijmegen een gewenste locatie. De rode beret, zoals net benoemd, een belangrijk symbool internationaal gezien voor luchtlandingseenheden. En dit jaar is ook 80 jaar geleden dat operatie Market Garden heeft plaatsgevonden. Dat was namelijk september 1944. Dus we denken dat wij als luchtmobiele eenheid, gekoppeld aan militaire historie, op dit moment Nijmegen als perfect toneel kunnen gebruiken om zo'n mooie grootschalige oefening op te zetten. De oefening is op een afstandje te bekijken voor iedereen. En dat is ook nog eens belangrijk. Een van onze belangrijke redenen waarom we dit doen is om ook de bevolking bekend te maken met ons militaire optreden. Vandaaruit dat we in de stad Nijmegen aanwezig zullen zijn. We kunnen van tevoren dus niet precies vertellen wanneer we waar zijn. Maar op het moment dat we ergens zijn, dan is het voor een ieder toegankelijk om daar te komen kijken. Wat ik belangrijk vind om daarbij te benoemen is de veiligheid. Wij zijn natuurlijk op dat moment met opdrachten bezig. Dus ik wil mensen verzoeken om een gepaste afstand te bewaren. Maar het kan zijn dat er dus een vuurgevecht plaatsvindt, terwijl burgers daar best wel dicht in de buurt zijn. Nou, één ding wil ik daarin verzekeren. Een vuurgevecht zal niet plaatsvinden met echte patronen, echte kogels. Dat zijn blanks, zoals wij dat noemen. Dus we zullen de knal wel horen, maar er zal niet daadwerkelijk een kogel het wapen verlaten. En er zullen altijd mensen in de omgeving zijn die gele hesjes aan hebben, waar mensen vragen aan kunnen stellen, of die nog een extra flyer uit kunnen delen, waar alle informatie over de oefening, voor zover we dat kunnen delen, beschreven staat.